Rob laat mij het Romeinse verleden van de stad zien en daar hoort een kijkje in het Valkhof Museum bij. Goedemorgen. Hallo. Hoi. Ja, dank u wel. De collectie in het museum bestaat onder andere uit archeologische vondsten. Een van de topstukken is een verzilverde Romeinse gezichtshelm. Kijk, Romeinse soldaten. Ja, nee, dan barstte het hiervan in de Romeinse tijd. 2000 jaar terug, joh, zaten hier 15.000 militairen bovenop het Kopsplateau. Moet je je voorstellen, 15.000. Dat is een NEC-stadion hier in Nijmegen vol. Ik heb begrepen dat in dit museum het bewijs ligt of staat dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. Ja, en het is nogal een groot bewijs ook. Ja? Het gaat om dit monument dat het geweest zijn. Twee grote blokken steen, die zijn gevonden hier voor het museum. En zoals je ziet, hier onderaan begint een afbeelding en er bovenaan. Dus het was een echt een immens groot monument. En op deze zuil staat ook wanneer het gebouwd is, of wanneer het gemaakt is. Hier staat Tiberius Keizer. Dus in de tijd dat Tiberius keizer was van het Romeinse Rijk. En dat was vanaf 14 na Christus. Dus daar weten we dat het juist in het begin van de eerste eeuw na Christus heeft hier een groot monument gestaan, gemaakt door Romeinen. En vandaar vinden wij dat ons bewijst. Wij zijn de oudste stad. Dit was al Romeins in die tijd. Lijkt mij bewezen zo, toch? Ja. Wat maakt het museum zo specifiek bijzonder voor de stad Nijmegen? Wat bijzonder is voor Nijmegen is dat hier de hele geschiedenis van deze stad te vinden is. Niet alleen in de vorm van de archeologische objecten, maar natuurlijk ook in de vorm van de schilderijen die we verzameld hebben. Maar het is ook zo belangrijk dat mensen ook dat ervaren en dat voelen hier in Nijmegen. Want als je hier iets bouwt in deze stad, dan moeten er eerst opgravingen gedaan worden. En bijna altijd komt er wel iets tevoorschijn. Dus het is natuurlijk ook een enorme educatieve waarde die dat museum heeft, zodat wij hier laten zien wat er allemaal gevonden wordt. En onder ons ligt nog van alles. Ja, wel heel mooi besef dat hieronder een hele rijke geschiedenis ligt, letterlijk. Naast de archeologische vondsten vind je in het museum ook oude en moderne kunst. In deze zaal ga je in één keer letterlijk 2000 jaar vooruit. Hier ga je 2000 jaar vooruit. Hier kom je in de pop art deel van het museum. Jaren 50, 60. Vast onderdeel ook van dit museum.